is en je sluit in de eerste lus waarmee je begonnen bent met een halve vaste. Zo. Nu is de ketting gesloten. Ik leg gelijk mijn werkdraadje over mijn werk heen, zodat ik daar niet later nog aan hoef te denken om het draadje weg te werken. Dan gaan we beginnen met de eerste toer. We gaan nu in elke steek een stokje haken. Dus wat doen we? Eerst drie losse haken. 1, 2, 3 staat voor je eerste stokje. En nu gaan we in alle steken die je tegenkomt een stokje haken. Ik ga onder twee lussen door, want het hoeft niet meer uit te rekken. Het mag best wat stevig zijn, de kraag. Dus de rand rond je nek. Zorg er wel voor dat de ketting losjes om de nek heen valt, want hij zal dus niet meer gaan uitwerken. Natuurlijk werkt het al iets uit, hè, want het is haakwerk. De steken moeten zich nog gaan zetten. Dus hou daar wel rekening mee als je je basisketting opzet. Niet dat je straks na één keer wassen hij veel te ruim is geworden. Dat zal zonde zijn. Ik ga mijn stokjes haken en dan gaan we zo direct beginnen aan het begin van de herhaalpatroon. Ik ben de toer rondgehaakt en ik ga sluiten in de derde lus vanaf het begin. Dus 1, 2, 3. Daarin sluit ik met een halve vaste. We gaan starten. Een hoek bestaat uit twee groepen van vijf stokjes met een losse ertussenin. Maar omdat we in het laatste deel is eigenlijk van de tweede schoudergedeelte gaan starten, gaan we maar de helft haken. Hoe gaat het in zijn gevolg? 5 stokjes gedeeld door 2 is 2,5. Nou, dat kan dus niet, dus je moet 3 stokjes maken. We gaan dus 3 losse haken, staat voor het eerste stokje. Plus nog 2 stokjes bij in dezelfde steek. Het is altijd helft plus 1 indien je een oneven aantal hebt. En dat hebben we nu dus. Dan hebben we het eerste halve hoekje al gemaakt. Een halve van de helft. Klinkt even gek, maar je zal straks zien wat ik bedoel. Nu gaan we 2 steken overslaan. 1, 2 en in de derde maak je een stokje. Slaan we 2 steken over en in de volgende maak je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Sla je weer 2 steken over en in de derde maak je een stokje. Dit blijf je herhalen tot je bij de eerste stekenmarker aangekomen bent. En dan gaan we de volgende hoek volledig creëren. Ik heb in totaal 18 secties van 6 lossen. 1 sectie aan beide kanten. Dan kom ik op 16 secties uit. Ik moet dus 8 secties hebben voor het rugband en 8 secties voor het voorpand. Je gaat tellen vanaf het kwarthoekje wat je gemaakt hebt. Elke waaier is 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is dus je hoek. Voor als je geen stekenmarkers geplaatst hebt, is dit de manier. De hoek bestaat uit een dubbele waaier, een stokje en een dubbele waaier en door. We hebben de eerste waaier dus al gemaakt en nu gaan we de tweede waaier erbij creëren. Hoe te doen? Je haakt eerst 1 losse. En in diezelfde steek haak je nogmaals 5 stokjes bij. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Nu heb je het eerste hoekje gecreëerd. Nu gaan we 2 steken overslaan en in de derde maken we een stokje. Zoals we aan het begin ook gedaan hebben. Dus let goed op, die steek kan er wat onder verdwijnen. 1, 2 overslaan en in de derde maak je een stokje. Nu 2 steken overslaan en in de derde een dubbele waaier. Dus 5 stokjes. 1, 2, 3,
4, 5, 1 losse. En nogmaals 5 stokjes in diezelfde steek. 1, 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5. Nu heb je voorkant schouder, achterkant schouder gecreëerd. Oftewel het begin van de raglanmouw. Plus een stokje ertussenin. Nu gaan we het rugband verder haken. Dus die 8 secties, in mijn geval van 6 lossen, ga ik verdelen met stokjes en stokjes en nog meer stokjes. 1, 2 steken overslaan. Stokje in de volgende. 1, 2 steken overslaan en in de derde 5 stokjes. Dat is dan mijn eerste van de 8 die ik gemaakt heb. 3, 4, 5, 2 steken overslaan, een stokje, 2 steken overslaan en in de derde 5 stokjes. Dus nummer 2, nummer 3. Nummer 4 en nummer 5. Dat is mijn tweede groepje. Sla ik er 2 steken over en in de derde weer een stokje. Nou, zo ga je door tot je bij je volgende stekenmarker bent aangekomen. En dan gaan wij de laatste hoeken creëren. En dan gaan we de tweede toer starten van het herhaalpatroon. Ik heb mijn 8e waaiertje, dat betekent dat ik in de ene laatste hoek ben aangekomen, haak ik 1 losse plus nog 5 stokjes erbij. Dan heb ik mijn volledige hoek gecreëerd. 1, 2, 3, 4. En nummer 5. Sla ik 2 steken over in het derde een stokje. En dan gaan we hier bij de 3 stokjes waar we mee begonnen zijn, 5 stokjes bij haken. Eén. Twee. Drie. 4 en nummer 5. En zoals we in het begin gezegd hebben, we zijn begonnen met 3 stokjes, maar we moeten 2 keer 5 krijgen. Dus wat we doen is 1 losse plus nog 2 stokjes in diezelfde ruimte erbij. Dat is hier. 1 en nummer 2. En nu is het even zoeken geblazen naar jouw derde losse. Omdat je natuurlijk begonnen bent met 3 lossen, zit aardig onder het werk verscholen. Als je denkt dat deze het is, dan zit je mis. Je moet er eentje terug. Daar is je derde losse. En sluiten. Nu heb je de laatste hoeken gecreëerd. Hier is de hoek. Hier is een hoek. En hier heb je de hoek van het tweede schouderstuk. Nu gaan we starten met de tweede toer. Je kan er nu voor kiezen voor een rayé stokje te doen of een gewoon stokje, dat laat ik aan jou over. Ik ga voor de tutorial een gewoon normaal stokje haken. We gaan eerst bruggetjes maken. Dus wat doen we? We gaan een losse haken en in diezelfde steek waar je gesloten hebt maak je een vaste. Haak je 3 lossen. Bovenop het stokje maak je een stokje. Hier kun je dus voor kiezen om een relief stokje voor te maken. Ik zal het zo even één keer laten zien. 3 lossen. En dan ga je naar het waaiertje van 5 en dan tel je de derde lus. Let wel, je werkt aan de goede kant van je werk, dus je werklus zit altijd aan de rechterkant van je stokje. Daar, niet daar. Hier moet je zijn. Dan maak je een vaste. 3 lossen. Dan zal ik even laten zien hoe je het relief stokje doet. Hier hebben we de losse. Ga je van voor achter het stokje langs terug naar voren. Draad om de naald. Zo.
Zorg ervoor dat je haaknaam naar je toe wijst. Om het stokje heen halen. En je maakt in feite een stokje. Zo krijg je een reliëfstokje. Ik zal het nog één keer laten zien. Dus draad om de naald heen. Dan ga je van voor naar achter. Achter het stokje langs. Terug naar voren. Dan pak je draad. Naald naar je toe wijzen. Draad erachter langs trekken. Draad om de naald. Door twee lussen. Draad om de naald. Door twee lussen. Zo krijg je een reliëfstokje voor. Enfin. Ik ga hem voor deze tutorial met gewone stokjes maken, omdat het even wat sneller gaat. Ik wil niet een te lange tutorial maken. Nou, bovenop het stokje maken we dus een stokje, of in jouw geval dan een reliëfstokje naar wens. En bij het volgende groepje van 5 zoek je de derde lus op en in de derde lus maak je weer een vaste. Ik ben aangekomen in de hoek. Ik heb mijn vaste in de middelste van de eerste 5 stokjes gemaakt. Dan haak je eerst 3 lossen. 1, 2, 3. En in die losse ruimte hier maken we een V-steek. Dat is een stokje, een losse en een stokje. Allemaal in de losse ruimte. Stokje, losse en weer terug naar die losse ruimte. En weer een stokje. V-steek. 3 lossen. Dan gaan we de andere kant van de schouderhoek de derde stok opzoeken en daar maak je een vaste. 3 lossen. Het stokje tussen de twee hoeken in maak je weer een stokje bovenop of een reliëfstokje, wat jouw voorkeur betreft. 3 lossen. In de tweede hoek ga je de derde stok opzoeken, maak je een vaste. 3 lossen. In de losse ruimte maak je een V-steek, dus een stokje, een losse, plus nog een stokje erbij. Dan 3 lossen. En dan zoek je de derde stok van de volgende 5 op, dus de andere kant van de schouder. En nu ga je de toer weer verder herhalen. Ik ben aangekomen bij de hoek. Ik heb mijn 3 lossen al gehaakt. En nu gaan we in de V-steek weer in de losse ruimte weer een V-steek maken. Dus een stokje, een losse en een stokje erbij. 3 lossen. Derde stok van de volgende 5 opzoeken. En daar maak je een vaste in. 3 lossen. Bovenop het stokje tussen de hoeken in maak je weer een stokje bovenop. 3 lossen. Derde stok opzoeken en dan maak je een vaste. 3 lossen. En in de V-steek, in de losse ruimte maak je een V-steek. 1 stokje lossen. En een stokje. 3 lossen. En nu gaan we sluiten met een halve vaste in die eerste vaste waar je de toer mee gestart bent. Daar is die. En sluiten. En nu hebben we tevens de tweede schouderstuk gemaakt. Ik ga even uitzoomen om jullie te laten zien hoe het er nu uitziet. Een langwerpig lapje. Die twee punten gaan groter worden. Dus wijder uit elkaar staan. Dat wordt de raglanmouw. Voorkant, achterkant. Omdat wij niet kunnen beginnen met een stokje, beginnen wij met 3 lossen. 1, 2, 3. Staat voor je eerste stokje. Bovenop het stokje hier gaan wij 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4 en 5. Bovenop de vaste maken we een stokje. Bovenop het stokje maken we 5 stokjes. 1, 2, 3,
4 en nummer 5. Dat ziet er dan als volgt uit. Hier zijn we begonnen met 3 losse. Staat voor eerst een stokje, waaiertje, stokje, waaiertje. Dit blijf je herhalen tot je bij de eerste hoek bent en dan gaan we samen weer verder. Goed, ik ben rondgehaakt. Ik ga nu sluiten in de derde lus van de 6 met een halve vaste. Nu moet ik hierop beginnen met een volledig waaiertje. Maar zoals ik net aangegeven heb, moeten we de helft doen. Dus van de 5 maken we 3 stokjes. De eerste 3 lossen staat voor het eerste stokje. Plus nog 2 stokjes erbij. 1 en nummer 2. Nu heb je de helft van een volledige waaiermotief gemaakt. Als je straks terugkomt, haak je hier nog 2 stokjes bij en sluit je in de derde lus met een halve vaste. En nu ga je de toer herhalen zoals je eerder ook gedaan hebt. Dus een stokje bovenop de vaste en 5 stokjes in het stokje die erna volgt. 3, 4, 5, een stokje bovenop de vaste en weer 5 stokjes bovenop het stokje die erna volgt. 3, 4, 5. Haak je de toer weer door. In de V-steek, in de hoek, haak je weer 5 stokjes losse 5 stokjes. Haak je de toer door. Weer in de V-steek, 5 stokjes losse 5 stokjes. Hier idem en daar. En dan gaan we samen nogmaals de toer sluiten. Goed, we gaan de toer sluiten. In hetzelfde plekje daar waar je de eerste drie stokjes hebt gehaakt. Dus die 3 losse plus 2 stokjes haak je nogmaals 2 stokjes bij. 1 en nummer 2. In de derde lus van de eerste 3 die je opgehaakt hebt sluit je met een halve vaste. Nu is de herhaling weer. 1 losse op dezelfde plek een vaste. 3 losse. En bovenop het stokje een stokje. 3 losse. En in de derde van de 5 een vaste. Nou, zo ga je dus door tot die hoeken hier en deze hoek hier onder de oksels elkaar kunnen raken. Let op, je moet eindigen in een toer met stokjes, dus met een waaiermotief. Dus die waaiermotiefjes die moeten elkaar kunnen raken in de oksel. Er komt nog een centimeter speling bij in verband met het aan elkaar maken. Goed, ga deze toeren maar doorhaken tot je hem kan sluiten onder de oksel. Dus als je hem dubbel pakt en je legt hem over je schouders heen, moet deze hoek en deze hoek hier onder de oksel kunnen sluiten. Wil jij hem oversized maken, de jurk, dan kun je een flink stuk doorhaken, want dan krijg je wijde armsgaten. Hou daar wel rekening mee dat je er iets onder moet dragen. Als je hem echt puur als beachcover op wil hebben, zou ik hem adviseren, maak hem lekker ruim. Zit heerlijk. Kan je mooi over de bikini of over het badpak heen aantrekken. Op naar tutorial nummer 2. En dan gaan we de delen aan elkaar maken, zodat we armsgaten gaan creëren. En de body van de beachcover op jurk, tuniek, wat jij er graag van wil maken. Tot zo.